vind jou heel schattig. Ik moet weer naar de sportschool. Wat bedoel je, weer? Henry, je moet me redden. Dat weet ik. En daarom ben ik hier. En daarom train ik wel. Kop dicht, Leeuwtje. Ik ben even druk bezig hier. Oh, gelukkig, het was maar een droom. Wat was maar een droom? Lippen! Je droomt over lippen? Reuzenlippen, niet van jou. Ik werd achtervolgd in de gang voor popcorn. Jij was er niet, laat me met rust. Oké, maar je mobiel zit op je wang. Daar bewaar ik hem tijdens het slapen. Oh. Waar ga je nou heen? Ik moet er even kussen. Ik bedoel er van tussen. Ik zie je later. Ik bedoel, ik zie je later. Waar blijft die lift nou toch weer? Hallo, Charlotte! Ah! Hij hoeft niet kapot, Lot. Oh, het spijt me. Er is niets. Het is... normaal. Ah! Oh, man. De kabel gaat zo knappen. Ah! Oh, wat is er gebeurd? De lift is zeg maar weg. Wat? Waar is hij naartoe? Zo'n 79 etages lager. Oh mijn god. Geen paniek, ik heb je vast. Klaar om naar boven te gaan? Ja, maar wacht nog heel even. Oké, maar we moeten opschieten. Allemaal kop dicht! Wacht. Zodra ik open doe, moeten jullie lachen alsof ik iets lolligs heb gezegd, oké? Oké. Lollig, lollig. Hey, Fatina. Hoi, Jasper. Oh, kom binnen. Jasper, je bent zo grappig. Wat een prachtig huis. Dank je. Oké. Je bent... prachtig. Dank je. Ze had het tegen mij. Piper, ik wou dat ik je met eigen ogen op Cactus Can kon zien. Oh, dan doe het. Ga met mij. Ik ben je date. Rustig aan. Te snel. Jasper, ik wil heel graag met jou naar Cactus Can. Ga door. Het werkt wel. Denk jij ook dat die verpleegster even lang is als ik? Ja? Dus? Neem me niet kwalijk. Mag ik u even iets laten zien achter die deur daar? Ja. Tuurlijk. Wat is er gebeurd? Nou, je hebt een paar lichte verwondingen opgelopen. Maar gelukkig waren wij er op tijd en komt alles weer in orde. Ben jij verpleegkundige? Ja. Absoluut. Maar je lijkt net zo oud als ik. Ja, nou, ik volg het junior verpleegprogramma, dus... Cool. Dank je. Zullen we misschien een keer iets afspreken of zo? Tuurlijk. Lijkt me leuk. Wauw. Dit is een gekke manier om iemand te ontmoeten. Echt, hè? Maar wel leuk, toch? Je ziet er heel goed uit vanavond. En jij hebt zulke mooie ogen. Oké, ik ga nu maar eens even ergens anders staan. Cool. Goed. Wil je met mij uit op Valentijnsdag volgend jaar? Dat is een date. Wacht. Wat?
Je kunt me niet kussen. Ik ben nog op een date met Mitch. Ik wilde je niet kussen. Ik wilde bijten in je neus. Hé! Hey, bijt mijn meisje niet in de neus! Waar ga jij heen? Het spijt me, maar je moet hier blijven totdat de politie er is. Meen je dat? Is dat de waarheid? Wat bedoel je daarmee? Alles wat je mij tot nu toe hebt verteld is een leugen. Ik kan toch niet toestaan dat jullie de wet overtreden met elkaar? Nou, je bent een hele goede acteur. De manier waarop je me kuste? Ik dacht dat je het leuk vond. En mij leuk vond. Wat doe je? Ik weet niet, maar ik hoop echt dat je niet ontsnapt terwijl ik naar dit coole plafond kijk. Is hij jouw vriendje? Nou, dat hoop ik wel. Ik heb niet voor niets 300 kilometer gereisd vanuit Flubberdam. Ik heb 20% van haar buskaartje betaald. Maar waarom ben je nu pas voor het eerst in Swellview? Omdat wij thuis geen logeerkamer hebben. Dus toen Charlotte zei dat ze bij haar kon logeren, heb ik Courtney uitgenodigd. Maar ik wist niet dat ze echt was. Nou, dat is ze dus. Wil jij even aanraken? Nee. Ik bel mijn moeder wel om te laten weten dat je blijft slapen. Te gek. Super. Hey, wacht hier. Ik haal de jongens, want dan kunnen ze met eigen ogen zien dat je bestaat. Hey, jongens. Hey, jongens. Wauw, je lijkt me heel aardig. Jasper, bof maar met je. Dank je. Hij zegt lieve dingen over jou en Charlotte. Oh, Jasper is al jaren mijn beste vriend. En hij is gek op Charlotte. Ja. Wat bedoel je daarmee? Huh? Je zei dat Jasper gek is op Charlotte. Ja, je weet wel. Ze zijn... Oh, nee. Wacht, ik bedoel dat niet op die manier. Zijn er dan andere meisjes waar Jasper verliefd op is? Nee, alleen Charlotte. Oh, dus hij is wel verliefd op haar? Nee, ze zijn gewoon heel erg close. En oh, dat meen je niet! Hi. Nou, ik heb eens gevraagd aan mijn moeder. En ze vindt het geen probleem. Mooi. Oké. Ik weet wat ik ga doen. Wat? Ik ga op zoek naar Bianca en haar vertellen dat ik van haar, dat ik haar leuk vind. Mooi, doe dat. Dat zal ik doen. Nadat je eerst tegen die muurbloem hebt gezegd dat je niks meer met haar wil. Wat? Ik kan niet tegen Veronica zeggen dat ik niets meer met haar wil. En waarom dan niet? Want als ik dat doe, dan gaat ze me zoenen en dan gedraagt mijn hoofd zich zo dom. Oké. Geef me je arm. Waarom hou je me... Nou! Oké. Ik heb nagedacht over jou en mij. Hey, Chloe heeft het koud. Dus? Nou, ik zie dat Bianca een jas aan heeft. Oh, hier. Dank je, Bie. Chloe, ik heb een jasje. Praat maar snel voordat hij terugkomt. Oké. Het was toen dat ik zei dat ik je vriendje niet wilde zijn. En het spijt me heel erg, want ik vind je heel leuk. En ik zou het erg leuk vinden als je mijn date wil zijn voor het gehaktbal. Het jasje past daar perfect. Ga terug naar binnen! Wil je echt heel graag met mij naar het gehaktbal? Ja. En dus betekent het dan dat wij twee een stelletje zijn? Ik ben jouw vriendje als jij mijn vriendinnetje bent. Oké, dan. Is het dan nu ook officieel? Is een goed plan. Oké. Dan gaan we onze relatiestatus updaten. Ja, dat gaan we doen. Maar Hallie heeft hem gered. Dank je, Hallie. Je moet Schwartz bedanken omdat hij mij gemaakt heeft. Hij is een echt genie. Oh, dat zeg je vast tegen al je programmeurs, hè? Alleen de leuke. Oh, boep. Hé, hey, dit klinkt misschien een beetje raar, maar denk je dat SWAT... iets heeft met Hallie de computer? Ja. Hé, hey,
Hey, hoe gaat die jas? Ik was even heel lang naar de wc. Niet om iets vies te doen of zo, maar ik was er gewoon voor een normale reden. Hoe gaat het met jou? Hè? Wat heb ik gemist? Hoe gaat ie? Alles. Nou, je hebt heel veel gemist. Ja, ik kreeg een diamanten armband. Dat zag ik. Iemand stal mijn augurken. Ah, jammer. En mijn vader zit weer in de gevangenis. Fijne verjaardag. Hey, hoe heet je eigenlijk? Ja, Hart. Henry Hart. Zoals je het zei, klonk vreemd. Mm-hmm. Heel erg vreemd. Mm-hmm. Hey man, ik zat een uur op het toilet. Maar niet om iets vies te doen. Het is oké. Okay. Ik weet niet wat hij hier doet. Het is oké, okay. Echt. Hij is hier voor mij. Oh. Het gaat over de overname van mijn vaders uiterst legale bedrijf. Is je vaders bedrijf echt zo legaal dan? Je moet nooit naar mijn zaken vragen, Henry.